je toe. En dan ga je Vinden jullie dat daar niet zonder van al die boeken? Nee. Nee? Dat zijn toch kapot. Wat voor boeken zijn het? Kinderboeken? Ja, juffrouw Pot. Juffrouw Pot, oké. Ik weet niet welke boeken dit zijn. Want hier hebben we hier al een lijn, we hebben maar heel weinig lijn nodig. Dan draai je hem om, kijk nu hoe je die. Niet te hard duwen en dan hoef je alleen andere lijntjes. Jutti Frutti, daar ben je weer. Daar ben ik weer. Ja, de laatste keer dat ik je zag was volgens mij bij de kinderspeelweek de bouwplaats. Ja, klopt. Toen was je ook allemaal creatief met kinderen en nu ben je in de bibliotheek weer bezig. Wat is het? Jullie zijn boeken aan het verknippen, aan het vullen? We werken met afgeschreven boeken die uit elkaar vallen. Dus niet de boeken die we nog kunnen opnieuw uitlenen of weggeven in de weggeefkast. Maar echt de boeken die uit elkaar gevallen zijn. Daarmee gaan we aan de slag. Gevonden gedichten is de opdracht. Dus we gaan zoeken naar woorden in die bladzijdes. Die gaan we verbinden met beeld en tekst. En zo maken we eigenlijk een nieuw kunstwerk. Oké, okay. En de kinderen hebben best wel vrijheid om de woorden te zoeken. Want hele strakke regeltjes, dat werkt niet. En de gedichtjes hoeven ook niet te rijmen. Daar zijn andere dingen voor. Dus dit is echt op woorden. We zijn nu bezig met de kinderboekenweek. Bij mij thuis is het thema. Die is net begonnen vandaag? Vandaag, dus dit is de start. En de Acacia Hof groep 8 is bezig met allemaal woorden te zoeken. Die iets over hun thuis laten zien. En daarbij tekenen ze. Strepen ze andere woorden weg, zodat er een gedicht ontstaat. En met al die mooie beelden gaan we weer een expositie doen op school. Ja, dat is superleuk. En jij doet wel meer nu voor de bibliotheek, toch? Ik zie allerlei persberichten van jou voorbij komen. In de werkplaats nu vandaag starten we dus. En we gaan dat uitrollen. Dat mogen alle scholen kunnen dat boeken. Met een rondleiding hebben ze eerst gehad in de bibliotheek. Dus alle kinderen hebben geleerd waar ze boeken kunnen lenen. Hoe de kelder eruit ziet. En dat verzorg jij ook, kunnen. Die rondleidingen? De rondleiding regelt de bibliotheek. Dus we werken samen. Ah, okay. En de creatieve workshop, die regel ik. We werken samen. Daarom zijn we nu hier met de eerste klas. Maar we komen dus met alle klassen van de Acacia Hof deze week hier langs. En alle scholen, wat bedoel je, alle scholen van Walcheren zijn welkom om hier te komen? Alle scholen van Walcheren mogen contact opnemen. Dan kijken we wat er past in de planning bij de bibliotheek en bij mij. En dan kunnen we ze deze workshop ook aanbieden. Ja, en die ruimte waar we nu, de werkplaats, ik ben toevallig vorige week hier ook geweest. Er waren de heren van Virusgrafiek hier zo. Die zijn ook bezig. Aanstaande zaterdag gaan die echt officieel open tijdens de Wetenschapsdag. Ja. Maar het wordt dus ook voor dit soort dingen gebruikt. Dat had ik eigenlijk nog niet helemaal op mijn netvlies. Oh, het is, wat ik ervan heb begrepen, is het de bedoeling dat het echt een workshopruimte is die je kunt huren en waar ze met verschillende disciplines gaan werken. Dus je kunt, we proberen natuurlijk met veel scholen nu te komen, maar je kunt ook als zelfstandige die ruimte huren om een andere creatieve te geven. Ja, zij vertelde ook dat ze ook workshops gaan doen, bijvoorbeeld de drukwerk en dat op de ouderwetse manier, dus ambachtelijk. Dus creativiteit is terug in de ZB, daar komt het wel op neer. Heel fijn. En als mensen hier meer over willen weten, kijken ze dan op de site van de ZB of de site van Jutti Frutti? Even kijken op de socials van Jutti Frutti en daar is ook dit te boeken, want ik doe dat in overleg met de bibliotheek voor de planning. Zodat we het gestroomlijnd houden. De workshop zelf kan eventueel ook apart op school geboekt worden. Dat hoeft niet altijd in de bibliotheek. Mocht de school geen mogelijkheid hebben om hier naartoe te komen. Groep 1 tot 4 bijvoorbeeld doe ik ook op school, want die zijn te klein om op de fiets. Okay. Dus dat kan ook. Ja. Oké, nu terug naar je klas. Want je hebt nog 1 minuut. Ik ga snel aan de slag. Dankjewel. Ja, ook bedankt.